Qua entertainment is de Amerikaanse politiek onovertroffen. De inbrekers hadden ook een spion aan de overkant van de straat geïnstalleerd en die moesten waarschuwen als er iets ging gebeuren, bijvoorbeeld als de politie kwam. Maar die was in slaap gevallen. Het verlossen, kunt u mij horen? Welkom terug, Maarten Verossum, de podcast met een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan wij op verzoek van de luisteraars het Watergate-schandaal bespreken. Je kon daarop stemmen in de poll op Spotify en de meeste stemmen gelden. Dus Watergate gaan we behandelen vandaag. Watergate, ja. Een interessant voorbeeld. Amerika is een interessant voorbeeld van een weliswaar wel democratisch systeem, maar waarbij de president toch wel een hele centrale en bepalende rol speelt. Eigenlijk... Ik denk als de Founding Fathers terug zouden komen op edergelei, geheimzinnige wijze met een tijdmachine, dat ze toch zouden zeggen, we hebben de president eigenlijk, zonder dat we dat beseften, een te centrale plaats gegeven. Of ze zouden zeggen, de president heeft zich allerlei macht toegeëigend die eigenlijk beter niet zich had kunnen toe-eigenen. Hè? We zullen daar straks zal ik daar nog iets over zeggen. De zogenaamde Imperial Presidency. En dat is een ontwikkeling die zich in de laatste decennia heeft voorgedaan. Het is toch zo dat de president in vrij hoge mate bepaalt hoe het systeem oogt en welke kant het systeem opgaat. Hè. Dat bijvoorbeeld een volstrekte gek als Trump zo'n enorme impact gehad heeft op de Amerikaanse samenleving en tot op zekere hoogte op de rest van de wereld, ligt aan de, laten we zeggen, de hypertrofie, hè, de elefantiasis van het Amerikaanse presidentschap. Maar nu even Watergate. Daarvoor moeten we terug naar 1971. Nixon is president van de Verenigde Staten. Moet even een slokje water nemen. Heb ik altijd als ik het over Nixon ga hebben. En in het jaar 1971... gaat het eigenlijk niet zo best met de Amerikaanse economie. En in de opiniepeilingen is senator Ed Muskie, doet hij het beter dan Nixon. De zittende president het doet in de peilingen. Nixon is van zichzelf al een licht paranoïde en onzekere figuur, dus die denkt, oh jee, hè, hoe gaat dat volgend jaar? Want 1972 is weer een presidentieel verkiezingsjaar. In 68 was hij gekozen, de new Nixon. Oké, bleek ook grotendeels de old Nixon te zijn natuurlijk. En nu wilde die dolgraag herkozen worden. Dus de vraag was, hoe word ik met zekerheid herkozen in 1972? Dat was voor een belangrijk gedeelte een onderneming waarbij de economie gemanipuleerd moest worden. Dat heeft hij ook gedaan met succes. Die herstelde zich wel en draaide redelijk in 1972. Maar ja, dan had je toch nog die schijnbaar zo gevaarlijke Ed Muskie. En om de democraten in de wielen te rijden, heeft Nixon, of liever zijn staf, een vrij omvangrijk apparaat opgezet om de democratische campagne in de ruimste zin van het woord en op alle denkbare niveaus zoveel mogelijk in de wielen te rijden, te saboteren, belachelijk te maken, nou, wat je maar wilde. Er werden inbrekers aangeworven, en publiciteitspersoneel, een hele staf. Sterker nog, aanvankelijk was er een omvangrijk plan. Dat zouden ook bij de conventie van de Democraten, zouden de Republikeinen tientallen hoeren inhuren, prostituees inhuren, de beste die ze konden krijgen. Dan zouden ze dan die democratische politici mee gaan verleiden op een schip wat ze daar speciaal zouden installeren. En dan zouden die daar gefilmd worden. Nou ja, en dat zou een drama worden voor de Democraten. Nou ja, dat vond eigenlijk de leider van de presidentiële verkiezingscampagne, de Committee for the Re-election of the President, CRP, heel makkelijk, CREEP. Nou ja, inderdaad, het waren CREEPs, eerste klas. Maar goed, de leider van dat team, John Mitchell, vond dat wel een beetje te veel van het goede en heeft ook wel wat op de rem gezet. Maar toch, ze hadden een heel team in het veld staan van, laten we zeggen, mensen die bereid waren om het niet zo nauw te nemen in de politieke wijze van opereren. Overigens was dat al een traditie in het Witte Huis van Nixon. Men nam het niet zo nauw. Daar kwam het in grote trekken op neer.
Men was bereid in feite alles te doen als dat zou kunnen leiden tot betere papieren, betere cijfers en eventueel een politieke overwinning. Dus dat die club ging aan de slag. En een van de eerste operaties was een inbraak in het democratische hoofdkwartier in Washington. En dat was gevestigd in het Watergate-gebouw. Vandaar dat deze hele affaire tenslotte de Watergate-affaire is genoemd. Als je er ooit geweest bent, is niet te missen het Watergate-gebouw. Het loopt zo raar rond en zo. Je ziet het al snel genoeg, het Watergate-gebouw. Daar was dat hoofdkwartier. En daar hebben 5 inbrekers op een goede nacht, namelijk de nacht van 16 op 17 juni 1971, of nee, 72 natuurlijk, hebben ze daar ingebroken. En zij zijn betrapt. Vrij suf door een nachtwaker. Ze hadden de deuren afgetaped zodat ze niet dicht konden vallen. Ze waren daar druk bezig om documenten te kopiëren en met name ook afluisterapparatuur te installeren in de telefoons van het democratisch hoofdkwartier. En nachtwaker keek naar die deuren. Dat vond hij wel gek. Had die tapes eraf gehaald. En toen deed hij geloof ik nog een rondje. En toen zaten de tapes er weer op. En toen heeft hij de politie gebeld. En zijn de inbrekers die zijn ingerekend. Het moet erbij gezegd worden. De inbrekers hadden ook een spion aan de overkant van de straat geïnstalleerd. En die moesten waarschuwen als er iets ging gebeuren. Bijvoorbeeld als de politie kwam. Maar die was in slaap gevallen. Ja, dit is typisch zo. Het zijn altijd kleinigheden die je niet verwacht had. Je hebt toch ook van die films waar ze iets heel complex gaan uitvoeren, maar niks mee misgaat. Dat je denkt, ja, dat geloven we niet. Er gaat altijd wel iets. Wel heel suf bij zo'n belangrijke inbraakpoging dat iemand in slaap valt dan. Zeker, maar je weet hoe dat is met in slaap vallen. Je kunt zo'n slaap hebben dat je... De 5 inbrekers zijn natuurlijk tenslotte voor het gerecht gebracht, in staat van beschuldiging gesteld. Het had natuurlijk toch wel opzien gebaard dat er 5 inbrekers in het hoofdkwartier van de Democratische Partij waren betrapt. Ik geloof dat ze voor het eerst voor de rechtbank verschenen in september. En toen is de Washington Post al begonnen met kritische stukken te schrijven over de campagne die de Republikeinen klaarblijkelijk bezig waren te voeren. En dat zijn de bekende Woodward en Bernstein. Die hadden al in dat jaar 72, hadden zij al bewezen dat er financiële lijnen liepen tussen de inbrekers aan de ene kant en de verkiezingscampagne van Nixon aan de andere kant. Dus dat één systeem was, klaarblijkelijk. En ze hadden ook al van alles onthuld over die zonderlinge sabotagepraktijken waar de Republikeinen zich schuldig aan maakten of nog wilde maken. Ik moet er nog bij zeggen dat ondertussen natuurlijk de presidentiële campagne liep, de verkiezingscampagne liep. De democratische kandidaat was McGovern, een zwakke kandidaat die heel makkelijk als links kon worden afgeschilderd en een hippie kandidaat. De Republikeinen zaten er niet mee. In feite heeft Nixon in 72 een verpletterende, ruime overwinning behaald op George McGovern. Waarbij je nog te meer denkt, het was helemaal niet nodig geweest. Al die rare praktijken die campagne ondergronds aan het uithalen was volstrekt overbodig. Maar goed, dus ook op die berichtgeving in de Washington Post, daar werd eigenlijk helemaal geen acht op geslagen. Niemand zei van, dit zijn toch wel hele rare toestanden. Hoe is dit mogelijk? Niet waar dat de presidentiële verkiezingscampagne in feite een soort van criminele onderneming is, dat is toch te gek voor woorden. Ten slotte zijn de 5 inbrekers die komen voor het gerecht voor in een rechtszaak, die start aan het begin van 73. En al die 5 inbrekers waren natuurlijk omgekocht en onder druk gezet, denk ik, om je moet zo snel mogelijk bekennen, zodat het zo snel mogelijk achter de rug is. Je moet elk contact met de presidentiële verkiezingscampagne moet je glad wel hard ontkennen. Ja, je wordt gestraft, je moet waarschijnlijk het gevangen in, maar wij zullen je financieel steunen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar op het laatste moment schrijft een van de inbrekers, McCord, een lange brief aan de rechter. De rechter heette Sirica, S-I-R-I-C-A. Is een beroemde rechter geworden daardoor.
En in die brief schrijft McCord, u wordt bij de neus genomen. Dit is eigenlijk deze hele inbrekerij en alles wat ermee samenhangt. Dat is een onderdeel van de presidentiële verkiezingscampagne. CRP, CRIP, die zijn schuldig. En de hoog geplaatste figuren in het Witte Huis hebben hier direct mee te maken en zijn hiervoor direct verantwoordelijk. Daarmee eigenlijk ontploft de zaak. Althans, dat is het begin van een langdurige, steeds verder lopende ontploffing. Want het is Nixon wel al heel snel duidelijk dat hij eigenlijk zijn hele staf die moet eruit. Dus Ehrlichman, Haldeman, al zijn top adviserend personeel, John Dean, die zijn juridische adviseur was, die worden allemaal ontslagen. Of liever gezegd, die vroegen om ontslag vanwege familiaire omstandigheden. Je weet hoe dit soort van dingen altijd ingekleed worden. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen is al de Senaat gekomen tot de oprichting van een commissie die moet onderzoeken welke wonderlijke praktijken de presidentiële verkiezingscampagne wel niet heeft ontwikkeld in 1972. Ondertussen is Nixon gewoon begonnen aan zijn tweede termijn. Maar goed, het probleem wordt groter en groter. Die commissie, die Senaatscommissie, die houdt openbare verhoren. Ik moet je zeggen, ik was toen in de Verenigde Staten. En die verhoren die werden geleid door een meneer Sam Ervin, een hele bejaarde zuidelijke senator. Punt van de zwart-wit kwestie, niet helemaal kosher, maar toch, hij deed dat fantastisch goed. En ik ging ook vaak 's middags luisteren, want er was daar in waar ik toen dat onderzoek deed, dat is in Madison, Wisconsin. Dat is een hele grote universiteit en daar was zo'n, ja, hoe moet je dat zeggen, zo'n studentencentrum. En daar was altijd een zaal en stond die tv aan, zwart-wit tv. En dat, om dat te volgen was geweldig, want elke keer als natuurlijk iets negatiefs werd gezet over niks, en dan ging er gejuich op en zo. Nou, het was een, je kon zien dat die verhoren van die commissie echt spectaculair waren. En wat maakte die begeleider zo goed? Die Sam Ervin, die was de voorzitter van die commissie en dat deed hij fantastisch. Maar wat deed hij dan? Ja, wat deed hij? Hij speelde de eenvoudige jurist die niet begreep wat hier gaande was. Maar die ondertussen had gewoon in Harvard gestudeerd. Hij wist heel goed wat hij deed. Hoe zal ik? Kijk even naar een plaatje van Sam Ervin, dan weet je het wel zo'n beetje. I'm just a simple country lawyer, zei hij altijd, wat hij helemaal niet was in feite. Maar goed, in de loop van die verhoren ontplofte een nieuwe granaat. Want ik geloof dat het Butterfield was, ook een van het tweede echelon medewerkers van president Nixon, liet zich ontvallen dat alles in het Witte Huis en alles in het Oval Office, dat opgenomen werd. Dat er een bandapparaat wat door een stem geactiveerd werd, begon te lopen zodra er iemand daarin kon. Ja, je begrijpt, toen was de beer los, want iedereen wilde die bandjes horen. Want wat staat daarop? Wat is er gezegd? Want ondertussen was natuurlijk de centrale kwestie was geworden, wist Nixon ervan of wist hij er niet van? Kijk, hij heeft al zijn ondersteunende personeel ontslagen. Die allemaal hebben gezegd, nee, wij hebben dat gedaan. Nee, dat klopt. Maar wist de president ervan, ja of nee? En die bandjes, die zouden in principe uitsluitsel kunnen geven. Kijk, ook de BMW is toch door de vogels lelijk getroffen. Je ziet het, ik heb het duidelijk dat ze niet discrimineren. Nee. Op het punt van poep op de auto. Wat is een IX? Terug naar de bandjes. Nixon's minister van Justitie, die was natuurlijk ook zorgelijk gestemd over deze gebeurtenissen. En die had een special prosecutor benoemd, zeker Archibald Cox. En ook natuurlijk Archibald Cox zei, special prosecutor, ik wil graag die bandjes horen. Maar Nixon zei, nee, die bandjes die krijgen jullie niet. Dat gaat niet gebeuren. En dat is een aanleiding dan. En hij gooit die Archibald Cox, die gooit hij eruit, die ontslaat hij. Maar ja, dan moet zijn minister van Justitie, die heeft de special prosecutor benoemd, die neemt ontslag. Kortom, het ontwikkelt zich weer verder, het verrafelt
weer verder. Ten slotte gaat Nixon toch onder hoge druk akkoord. En zegt hij van, ik geef de bandjes. Maar dan worden de bandjes beluisterd en het is wel duidelijk dat de bandjes bewerkt zijn. En dat diverse passages van de bandjes zijn verwijderd. Waardoor eigenlijk het hele effect van de bandjes nog erger wordt dan het misschien al geweest zou zijn als. Overigens, de bandjes bleken, had je van tevoren kunnen weten, van een verbijsterende banaliteit en stomzinnigheid te zijn. Al een gevloek van Nixon. En je had dat expletive deleted, hè, dus het was fuck voor en fuck na en allemaal klootzak en bastards. En kunnen we dat nog luisteren? Is dat online? Ik neem aan dat een deel van de bandjes nog steeds online zal staan. Ik heb er nooit meer naar geluisterd, moet ik zeggen, maar dat zal haast wel. Dit soort van dingen verdwijnen nooit eigenlijk online. Nu is er ondertussen een tweede proces opgestart, dat namelijk in het Huis van Afgevaardigden. Heeft de juridische commissie besloten om een proces te starten wat eventueel zou kunnen leiden tot impeachment. Kan. Het is nu zo erg evident geworden. Het is ook duidelijk dat de president er wel degelijk van af wist. En wel degelijk ook mede geholpen heeft, want dat is in Amerika altijd heel erg, om de procesgang te verduisteren, om mijnheid te laten plegen door zijn medewerkers. Nou ja. Kortom, hoe heet dat ook alweer? Daar is een term voor, niet waar, te hinderen van de rechtsgang. Dat is zeer strafbaar in de Verenigde Staten. Ook wel begrijpelijk. Dus ja, daar gaat nu een commissie aan de slag om uit te vinden of eventueel Nixon impeached kan worden. En tenslotte, die commissie, dus, en dan zitten we ondertussen alweer in 2000, maar natuurlijk in 19. Van dit allemaal was 1973, dan zitten we in 1974. En dan komt het impeachmentproces komt op gang. Het huis maakt articles of impeachment. Ik geloof een stuk of drie, ook een aantal die het net niet halen. Je moet bij dit alles beseffen dat, heel anders dan nu, hadden de democraten zowel in het huis als in de senaat een vrij ruime meerderheid. En ook Nixons herverkiezing had er niet toe geleid dat de Republikeinen in één van beide huizen een meerderheid zouden hebben gekregen. Die hadden ze niet en dat betekent natuurlijk ook dat het er in feite anders uitzag dan het er bijvoorbeeld nu uit zou zien. Nu dat de Republikeinen veel vaker een meerderheid hebben of in de Senaat of in het huis. Daar was toen geen sprake van. Dat zou nog een hele tijd duren voordat het in feite zover was. Bijna 20 jaar in feite. Dus ja, nu is de vraag, wat gaat de Senaat doen? Want het impeachmentproces is zo, dat het huis klaagt aan en maakt de articles of impeachment en de Senaat zit als rechtbank. En die Senaat zit als rechtbank onder leiding van de opperrechter, van de belangrijkste rechter in het Supreme Court. Dat is de rechter in het proces. Maar de president, mocht hij beschuldigd worden, die moet met 2/3 meerderheid beschuldigd worden. Dat is lastig te realiseren. Maar toch is het al vrij snel duidelijk dat Nixon die meerderheid of die minderheid niet zal halen. Dus dat er een meerderheid is voor zijn impeachment. En voordat het zover komt, is Nixon tenslotte afgetreden. Begin augustus 1974 is Nixon afgetreden. Hij heeft dan nog een larmoyante toespraak gehouden, I'm not a crook en... Ja, hij was wel een krook. Dat was eigenlijk het probleem van Nixon. Dan volgt zijn vicepresident op, Gerald Ford. Die aanvankelijk enorm populair is. Maar Ford worstelt natuurlijk met het probleem wat met Nixon te doen. Dat Nixon schuldig is, is zo klaar als een klontje. Maar wat moet ik ermee? Moet dat tegen Nixon een proces gevoerd worden? Dat kan jaren duren. Hij zal zich met hand en tand verdedigen. Dat kan in feite de hele politiek blokkeren voor weet ik hoe lang. Weet je wat, ik moet hier vanaf. Dus wat doet hij? Hij spreekt een full pardon voor Nixon uit. Gerald Ford was heel populair bij de start. Ik geloof 79% goedkeuring. En het pardon was zeldzaam impopulair. Men had toch het gevoel, ja, alle schuldigen zijn. Want vrijwel al die medewerkers van Nixon zijn vroeg of laat... in het gevangen terechtgekomen.
meestal met hele beperkte straffen, moet ik erbij zeggen. Bijvoorbeeld de campagneleider John Mitchell heeft geloof ik een paar maanden vastgezeten in zo'n low security prison. Dat, ik weet niet precies hoe fijn het leven daar is, maar goed, dat schijnt enorm mee te vallen in ieder geval. En is al heel vroeg weer losgelaten. Ook die anderen hebben bepaald geen jaren gezeten, maar ze zijn wel allemaal in het gevangen terechtgekomen. Dus ja, dat was natuurlijk wel onrechtvaardig dat de chef van dit hele spul, hè, van deze belachelijke en in feite totaal overbodige vertoning, hij was met ruime meerderheid gekozen. En heeft dus door deze wonderlijke methode zijn eigen ruiten ingegooid. Dat is de Watergate-affaire, waarin ook die reeds genoemde Woodward en Bernstein, daarvoor heb ik ze niet genoemd, de Washington Post-reporters. Ja, in het begin heb je ze genoemd. Ja, die heb ik genoemd. En die hadden eigenlijk al die tijd, hebben die zaak gevolgd en kwamen die steeds met nieuwtjes. Achteraf bleek overigens pas 30 jaar later, ruim 30 jaar later, bleek dat de onderdirecteur van de FBI te zijn. Die zette dat toch geloof ik een geranium buiten en dan ontmoeten ze elkaar in een parkeergarage waar ook een bord al bevestigd is van hier was Deep Throat heette hij. Naar, de anonieme informant was dat. Een anonieme informant die in feite dus de onderdirecteur van de FBI was, dus die wist er wel wat van. En hoe heeft zijn identiteit uiteindelijk bekendheid gekregen? Doordat ik geloof hij zelf, hij was toen heel oud, begin van de nieuwe eeuw zou ik maar zeggen. En of hij nou zelf bekend heeft gemaakt dat hij het was, Felt heette die, F-E-L-T, dat weet ik niet. Of het kan ook zijn dat hij al dementerend was en dat zijn familie bekend heeft gemaakt dat hij in feite de informant van Woodward en Bernstein was. Die zijn toen ook de beroemdste journalisten aller tijden geworden, althans gedurende enige tijd. Er is ook een heel succesvolle film gemaakt natuurlijk, getiteld All the President's Men. Door meneer Pakula, een bekende regisseur. En een hele interessante film in de zin dat het een prima film is. Maar als je de zaak kent, dan is die op heel strategische momenten als het ware ingedeukt. Ze hebben stukjes weggelaten. Dus het is zeer overtuigend, de film. Echt een goede, spannende film. Maar tegelijkertijd zie je hoe de historische werkelijkheid op subtiele wijze is aangepast aan de eisen die een film nu eenmaal stelt. Nu de vraag, hoe is dit in godsnaam mogelijk geweest dat een Amerikaanse president in feite een soort criminele organisatie opgetuigd heeft om ervoor te zorgen dat hij met zekerheid zou worden herkozen. Daarbij eigenlijk uit het oog verliezend dat hij waarschijnlijk toch wel herkozen zou zijn. Maar goed, dat is typisch Nixon. Een slokje water. Ja, u ziet het. Ik hoef maar Nixon te zeggen. Ik heb een slokje water nodig. Dat is typisch Nixon. Nixon was natuurlijk onzeker van zichzelf. Paranoïde. Had een minderwaardigheidscomplex. Echt van hier tot Tokio. Dat was verschrikkelijk gewoon. Dus daaruit kwam dat deels voort. Maar misschien is wel de hoofdoorzaak van de problemen dat hele idee van de imperial presidency. Dat de president zichzelf zo belangrijk vond. Niet waar dat hij vond dat hij alle recht had om dit soort van dingen te doen, al was het maar alleen om herkozen te worden. En Nixon heeft ook wel eens voorgesteld, zou het toch niet mogelijk zijn dat ik wat meer tijd krijg dan twee termijnen. Misschien zou een derde termijn voor iemand die zo fantastisch is als ik, zou dat nog niet zo gek zijn. Maar goed, daarvan is het allemaal niet gekomen. En dat heeft te maken met die vergrote rol van de president, die eigenlijk in toenemende mate. Als je kijkt naar presidenten in de 19e eeuw, nou niet naar Lincoln natuurlijk, maar andere presidenten, dan heb je niet het gevoel dat ze een zo dominante rol hadden in het politieke systeem. En dat heb je in feite in de vroege 20e eeuw, heb je nog twee heel dominante presidenten. Dat is de Roosevelt, de neef van de latere Roosevelt, de oom van de latere Roosevelt, en natuurlijk Wilson vanwege de Eerste Wereldoorlog. Maar bijvoorbeeld president Harding en Hoover en Coolidge in de jaren 20, die speelden helemaal niet zo. De imperial president, die zagen dat eigenlijk niet zo zitten. En van was het ook weer, wie was het ook weer? Ja, Coolidge geloof ik, die deed elke dag een dutje, een langdurig dutje. En er was wel kritiek op, zei hij van het belangrijkste wat een Amerikaanse president kan doen
Je zegt niet te veel met de zaken bemoeien en daarom doe ik altijd een dutje. Nou, daarna komt Franklin D. Roosevelt en die heeft natuurlijk in allerlei opzichten de fundamenten gelegd voor de Imperial Presidency, omdat hij veel langer president is geweest dan alle anderen. Dat is ook de reden dat daarvoor een amendement is gecreëerd dat dat niet meer kon. En die natuurlijk een enorm dominante rol heeft gespeeld in het hele politieke proces in de jaren 30 en in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hij is in april 1945 overleden. En vanaf dat moment eigenlijk, niet waar, wordt die president ook door allerlei intellectuele waarnemers van het Amerikaanse politieke systeem als de absolute centrale dominante figuur. Van democratische kant en ook door democratische intellectuelen is bijvoorbeeld Eisenhower systematisch bekritiseerd. Want die speelde die rol niet. Die speelde die rol niet van de allesbeheersende regisseur. De man die alles bepaalde. Sterker nog, Eisenhower was er een meester in om de suggestie te wekken dat hij eigenlijk niks deed. En dat zijn medewerkers dat die het belangrijkste werk deed. Dus dan ook bij persconferenties werd er me dan een vraag gesteld over de buitenlandse politiek. Zei ja, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Dat moet je aan Dulles vragen. Hij wist er hartstikke veel van, maar het was een meesterlijke techniek om, laten we zeggen, een beetje boven de wateren te blijven zweven. Maar dat, daarmee, en dan komt Kennedy. En Kennedy had al die boekjes gelezen over hoe je een machtige president moest zijn en hoe zie je flitsend beleid kon maken in de wandelgangen. En nou ja, je begrijpt al die, dan komt ook die hele machinerie op gang om de romantisering van Kennedy, de jonge held. Hoe heet het ook alweer, dat koning Arthur gedoe. De ronde tafel, allemaal genieën bij elkaar. En kijk wat een puinzooi ze ervan hebben gemaakt, althans in Vietnam dan. Ja, en Nixon was daar natuurlijk diep van onder de indruk. Nixon was ook wel een beetje een eenvoudige boerenlul. En hij voelde zich altijd minder waardig ten opzichte van, zeg maar, het democratische establishment, de Kennedy-types. Ja, misschien dat dat hem ertoe gebracht heeft om deze wonderlijke technieken te gebruiken. Dat je dat ook zelf niet inziet. Dat je ten eerste enorme risico's loopt. Ja, dus de man die aan de overkant van de straat de boel in de gaten moet houden, valt in slaap. Hè? De inbrekers hebben niet in de gaten dat de nachtwaker die tapejes van de deuren heeft gehad. Nou, kortom, het is een lange stroom. Niemand wist van die tapes, dat alles werd opgenomen, tot die Butterfield zich min of meer verspreekt en zegt van ja, er liep een bandje, dus in principe moet het ergens opgenomen zijn. Nou, hè, kortom, je weet nooit wat er fout kan gaan. Hoe werd duidelijk dat er geknoeid was met die tapes? Ja, dat konden de technici, tape-technici, zeiden van ja, daar zitten zulke rare momenten in, daar moet geknoeid zijn met de tapes. Ja. En toen kreeg eerst nog de secretaresse van Nixon de schuld dat ze de tapes niet goed bediend had of zo. Maar het was wel vrij snel duidelijk dat er met die tapes geknoeid was. En dat de pijnlijkste passages waren verwijderd. Eigenlijk ook weer vrij stom. Nixon heeft zich toch met hand en tand verzet. Ook tegen het hele proces. Misschien had hij meteen in het begin moeten zeggen: jongens, sorry, maar ik heb me vergist. Dus ik heb er verschrikkelijke spijt van. En nou ja, enzovoort. Hè. Is het niet zo dat. Dat je bij drama's, dat je dus niet in de vlek moet wrijven, zo is dat toch? Zeg gewoon, ja, sorry, er zit een vlek, jongens. Maar meer kan ik er ook niet aan doen. Dat blijft allemaal speculatie achteraf. Laten we zeggen, het is stommer dan Nixon het gespeeld heeft, was niet mogelijk geweest. En hij is natuurlijk in paniek gekomen, dat begrijp ik allemaal ook wel. En, nou ja, tenslotte is hij gesneuveld. Het gevolg is wel geweest dat zodra de Republikeinen die mogelijkheid hadden, dat hele idee van impeachment, dat boven de markt is blijven zweven. Het is duidelijk dat de Republikeinen dachten, we krijgen jullie nog wel eens te pakken. Hè. Er komt een moment en dan betalen we dit volledig terug, dat jullie zo'n prachtpresident naar de kloten hebben geholpen als die Nixon, die daar de hele rest van zijn leven aan rehabilitatie gewerkt heeft. Ja, dat heeft geleid natuurlijk tot de impeachment van Bill Clinton, waarvan iedereen wist dat het niet zou werken.
Maar wat natuurlijk toch wel beschadigend is geweest. Ja. En dat de hele Monica Lewinsky-zaak ook wel hem beschadigd heeft. Hij heeft overigens ook de Republikeinen beschadigd. Maar het was in het Amerikaanse systeem veel schadelijker om de president te beschadigen dan om een aantal leden van het huis of eventueel senatoren te beschadigen. En nu ja, tegen Trump zijn twee impeachmentzaken gehouden, waarvan je kunt afvragen hoe verstandig is het om dat te doen als je absoluut 100% zeker weet dat de Senaat de zaak niet eens in behandeling zal nemen. En sowieso, als ze dat ooit al zouden doen, niet waar, niet met een 2/3 meerderheid hun eigen president zouden wegstemmen. Dus ik dacht, ja, dat leek mij niet. Ook je holt natuurlijk ook het instrument van impeachment, hol je uit. Er was ook nog een Saturday Night Event, toch? Welke rol heeft dat gespeeld? Ja, dat is die Saturday Night Massacre heet dat. Dat is dat moment waarop Nixon Archibald Cox ontslaat. En dan zegt de minister van Justitie, dan stap ik ook op. En dat is de Saturday Night Massacre. En is er ook nog een lijstje te maken van wat het Huis van Afgevaardigden nou heeft gedaan tijdens dat impeachmentproces? Zeker, die hebben die articles of impeachment opgesteld. Hinderen van de rechtsgang, gebruik van onjuiste methoden. Nou ja, dat waren geloof ik drie articles of impeachment zijn gebruikt tegen Nixon. Maar goed, het is nooit tot de rechtszaak gekomen in de Senaat. Omdat hij al vertrokken was. Sterker nog, het was Barry Goldwater die op bezoek is gegaan bij Nixon en heeft gezegd, Mr. President, you don't have the votes. Nou ja, dan aarzelt hij nog een dagje geloof en dan beseft hij, het is gebeurd. En dan houdt hij de eer aan zichzelf. Ja, houdt hij de eer aan zichzelf. En hoe werd dit gefinancierd? Waren er bepaalde fondsen voor opgezet om dit allemaal te bekostigen? Ja, goede vraag, had ik misschien meteen moeten zeggen. Ja, de campagnefinanciering van Nixon's re-election campaign, dat van crimineel gesproken, dat eerst werden die bedrijven behoorlijk onder druk gezet en tenslotte was het een soort roof, een soort financiële roofcampagne. Je moest geld geven, want anders werd je op andere manieren gehinderd. Nee, het waren methodes die op geen enkele wijze ooit te billijken zijn. Kijk, sowieso is de financiering van de Amerikaanse politiek natuurlijk een drama. Vooral omdat het zo enorm duur is. Omdat er zo enorm veel geld omgaat in dat systeem. Met alle gevolgen van die natuurlijk. En de macht die de grote geldgevers in dat systeem ook hebben. Nee, de Amerikaanse politiek. Ik moet er wel bij zeggen. Terugdenkend aan mijzelf en zittend daar in die studentensociëteit in Madison. Qua entertainment is de Amerikaanse politiek onovertroffen. Ook de Santis met die afschuwelijke kindertjes en die nog afschuwelijke vrouw. Het is een. En ook de impeachment en Monica Lewinsky. Het is puur als drama. Hè. Je hoopt dat Netflix er nog eens een fantastische serie als je dat over Elizabeth kunt doen. Dan moet je toch ook over de Amerikaanse politiek sinds de dood van Kennedy ook een magnifiek drama kunnen schrijven. Magnifiek werkelijk. Dat is natuurlijk ook de dubbelheid die daarin zit. Ik heb er ook wel van de impeachment van Bill Clinton heb ik volop genoten. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar ook die toespraken, god van, ik ben nou de naam van die senator vergeten die Clinton verdedigde. Een magnifieke toespraak. Ik geloof dat hij in een rolstoel zat. Het was indrukwekkend. Dus ja, entertainment is het. Dit is entertainment op topniveau, want het gaat ook nog over macht en invloed en. Is toch ja het systeem van de belangrijkste natie op deze planeet voor zolang als dat duurt. Dus ja, ik moet bekennen, het is verschrikkelijk. Ik heb er erg van genoten. Ja. En je vertelde. Het is goed dat ik van de Crown ook erg genoten heb. Wat betekent het voor de publieke opinie? Want je was dat toen. Dat was wel vrij interessant eigenlijk. Dat er werd veel over gepraat. Ik heb toen zo'n reisje gemaakt en ik had geld over. Dus ik heb al een enorme trip door Amerika gemaakt. Was er natuurlijk vaak, zeker bij de benzinestations, als je in staat als Montana en zo, Guam of Idaho. Dan was het een soort uitje dat er een buitenlander aan de pomp kwam. En ze vroegen eigenlijk met enige regelmaat wat ik daar nou van vond. You're not American, you're from Europe. Hoe vindt u nou dat dit gebeurt? Dus ja, dan zei je natuurlijk altijd van.
Ja, het is belachelijk dat het kan gebeuren. Het is treurig dat het gebeurd is. En dan zeiden ze natuurlijk meestal, want ja, Montana, Idaho, die hadden allemaal op niks gestemd. Van ja, we hebben op hem gestemd, maar we wisten niet dat het zo was. Als het was toch weer anders dan bij Trump. Trump is politiek gesproken zeker even crimineel als Nixon, daar twijfel ik geen moment aan. Maar daar staan ze veel meer achter. Ik heb je toch van die... Van die cowboy, de dino cowboy in Wyoming vertelt. Dat ik vroeg, wat heb je gestemd? Nou ja, I voted for Trump. He's a total idiot. Dus ze zei ik natuurlijk, ja, als je dat, wat dat is ongetwijfeld zo. Waarom heb je dan niet op die andere vent gestemd? Op Joe Biden? Ja, Joe Biden. Joe Biden is an enemy of the American state. Never vote. Een enemy of the American. Nou ja, dat werkt. Dus ja, daarbij uitgepraat. Hele aardige man overigens. Hier, hè, waar jij je versnelling hebt staan, had hij een groot geweer liggen. Oh ja? Ja. Waarschijnlijk voor de goddamn raccoons. Maar kun je nou zeggen dat het Watergate-schandaal de Amerikaanse cultuur en het vertrouwen van het volk in de politiek veranderd heeft blijven? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft een bijdrage geleverd aan een veel langer lopend en structureel proces. Waarbij in Amerika, maar even goed in Europa, het vertrouwen in de politiek enorm is afgenomen. Als je natuurlijk het vertrouwen in de Nederlandse politiek toen Drees er 10 jaar zat, dat was enorm. En het vertrouwen wat er nu is, is natuurlijk veel en veel beperkter. Verstandige mensen die er een beetje over nadenken, begrijpen wel dat het minder erg is dan het soms gesuggereerd wordt te zijn. Maar ja, wereldwijd is in alle democratieën het vertrouwen in de democratie veel minder geworden. Mm. Vandaar ook dat allerlei ondemocratische figuren natuurlijk mooie sier maken door altijd te beloven dat alles wat er mis is in de democratie, dat gaan zij verhelpen. De Erdogans en de Orbans van deze wereld. En vaak natuurlijk populistische leiders. En polarisatie is deels natuurlijk ook het werk van politieke leiders die profiteren van polarisatie. Mm. Neem Erdogan weer. Ja. Maar wat is dan de erfenis van Watergate? Nou, die is wel negatief, denk ik. Ja. Dat überhaupt kan. En dat de Republikeinen voortdurend zitten te wachten op een kans om ja, wat nu ook bij de tussentijdse verkiezingen vorig jaar in november, riepen ook allerlei... Republikeinen, hij wil impeach Joe Biden. Ja, valt aan Joe Biden weinig te impeachen, zoveel is wel duidelijk. Zijn we weer terug bij Joe Biden, die het er dus in de onderhandelingen over het kredietlimiet prima heeft afgebracht. Daar was wel iedereen het over eens. Dat hij eigenlijk, iedereen dacht hij gaat dat dik verliezen. Het valt erg mee. Eigenlijk heeft de ultra-rechtse fractie van de Republikeinen verloren in dit drama. Dat überhaupt dit drama elke zoveel jaren noodzakelijk is, dat is natuurlijk belachelijk. Dat is lachwekkend. Geeft nog eens de ingrijpende, ook structurele incompetentie van het Amerikaanse politieke systeem weer. Maar toch, Joe Biden heeft het er voor deze gelegenheid goed van afgebracht. Ik kon me best begrijpen dat hij heeft uit het Oval Office een toespraak gehouden om nog weer eens te laten zien dat je met verstandige onderhandelingen van alles kon bereiken. Tot zover deze aflevering. Vond je het interessant? Volg ons dan in je favoriete podcast-app door te klikken op het plusje of op volgen of op abonneren. Dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf weer te zien in je feed. Dit is entertainment op topniveau. Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom het belangrijk is om voldoende slaap te pakken en waarom je je mobiele telefoon 's nachts niet op je nachtkastje moet leggen. Daarover hoor je nu de podcast Sea Level. De link naar de aflevering vind je in de show notes.